En straks, loop in de middag, moet ik gaan testen, helemaal in Katwijk. Mag je de mond zo ver mogelijk open doen? En zeg maar Ja, even. Hele goede morgen mensen, leuk dat jullie kijken naar deze video en ik moet jullie eerlijk zeggen, ik voel me echt niet goed. Jullie zullen misschien denken waar ik ben nu voor het Langeland ziekenhuis wachten op mijn broer, want hij is nu in de ochtend als eerste gaan testen en straks loop in de middag moet ik gaan testen, helemaal in Katwijk. En zullen jullie zien, mijn broeder, heb je al getest bro? Hè? Is het geluk? Ja man, is niks bijzonders man. En hoe was het? Makkelijk? Ik zei ik heb kat en ding. Ik wil net de vlog starten man, hoe was het? Ging wel goed. Ja man, ik voelde niks. Oké man, als jij dat zegt. Misschien zijn die mensen wel professioneel man, ik heb haar complimenten gegeven. Ja? Hoorde van je voelde tot je hersenen. Maar? Nee man, ik voel niks. Oké man, dan ben ik benieuwd in de middag dadelijk. Inmiddels heb ik mijn broer net snel even thuis afgezet. Die test was echt binnen 1 seconde al klaar, het verbaasde me. Ik dacht echt dat ik 10 minuten daar moest wachten. Het was niet zo, dus dat ging wel goed. Het is goed verlopen gelukkig. Hij zei van dat het niet erg was en als mijn broer dat zegt van het is niet erg. Dan weet ik van, het zit gewoon goed, want hij heeft een lage pijngrens. Maar ik moet straks testen, om 12:30, het is nu 9:00, dus ik ga zo nog heerlijk ontbijten, even rusten en dan ga ik daar richting daar. Ik voel me vandaag niet helemaal 100%, al de hele week eigenlijk al niet, zoals jullie mijn vorige video hadden gekeken. En vandaar dat ik nu ook een mondkapje gewoon draag over waar ik ben. Jullie staan mijn ogen zijn zwakjes. En ik voel me ook zwakjes. En ik voel me sowieso na gisteren al een beetje down, omdat ik... gisteren slecht nieuws heb binnengekregen omdat iemand van mijn familie COVID heeft geconstateerd en hij is positief getest. Het is alleen maar slecht nieuws, is niet goed. Ik zit nu even in een moeilijke fase. Ik weet niet wat ik moet denken. Het enige waar ik bang voor ben is voor mijn ouders. Mijn vader is trouwens vandaag jarig en ik kan het niet eens met hem vieren. Jullie weten hoe gezelligheid belangrijk voor mij staat. Dan is het gewoon kut dat ik het niet gewoon met hem kan vieren door deze hele corona gedoe. Het enigste waar ik me zorgen om maak zijn mijn ouders, want ze zijn natuurlijk risicogroep, ze zijn ouder dan ik. Ik ben nog kerngezond, mijn broers ook, et cetera. Maar mijn ouders zijn wat ouder dan ik en mijn vader heeft ook een longontsteking gehad, dus natuurlijk een risicogroep. De komende dagen, weken, avonden, nachten, weekenden worden natuurlijk wat zwaar voor mij. Omdat ik natuurlijk gewend ben om naar buiten te gaan voetballen, te gaan werken, actief te zijn. Maar dat betekent, als mijn broer positief is getest straks, die net hier was, als hij positief is getest, dat ik ook in quarantaine moet, omdat ik samen met hem woon. Het is voor mij afwachten tot woensdag. En als ik positief word getest, dan is het helemaal een probleem. Dan mag ik moet ik even in quarantaine zitten. Dus wat een lastige periode voor mij. Genoeg geluld en gepraat voor nu. Laten we de dag maar gewoon snel beginnen. Vandaag even een Noisha. Vandaag gewoon even een Noisha outfit, zoals jullie kunnen zien. Van trainingspak, hoodie. En dan zijn we gewoon ready voor de dag. Zo, dames en heren, en dan is het nu tijd om richting Katwijk te gaan. Het is ongeveer 30 minuten rijden. Ik heb TomTom erbij gepakt, Google Maps. Dan moet ik even zoeken, want ik weet niet precies waar het is. Het gaat ook nog even zoeken worden, dus vandaar dat ik eerder ben vertrokken. Dan gaan we nu richting Katwijk en dan gaan we zien hoe het coronatest gaat verlopen, dames en heren. We zijn aangekomen en daar is de coronatest man, daar gaat de coronatest zich plaatsvinden. Eigenlijk had ik gedacht dat het in de auto was ofzo, ik weet niet. Ik had die vraag gebeld van ja wat wil je, in de auto of binnen? Maar ja, nu ben ik aangekomen zie ik gewoon dat ik naar binnen moet lopen en het regent, hele rij buiten. Probleem man, het zijn niet duidelijk, dat haat ik echt van zulke dingen. Ik weet niet of ik jullie mee ga kunnen nemen, maar ja ik had eigenlijk gedacht dat ik het met camera's gewoon in de auto kon zetten en dat die via die raam. Die test zo gewoon bij mij zou gebeuren, maar ja. Het is anders gelopen, dus ik weet niet of ik jullie mee kan nemen. Ik weet niet of jullie kunnen zien hoe het gaat gebeuren. In ieder geval, ik ben aangekomen. Zoals jullie kunnen zien, is er een hele rij daar. Zoveel auto's. Maar ik weet wel dat ik goed zet, want er staat corona testlocatie. Ik heb mijn auto even ergens anders gezet, maar ja. Nu is het niks anders dan 5 minuten wachten, want over 5 minuten moet ik mijn corona test uitvoeren. Dus nu is het gewoon wachten.
Zo, die coronavirus begint wel echt tot me door te dringen, man. Godzie, mijnes. Wally goed. Ik heb geen paraplu, niks. Helemaal gek net. Kijk hoe lang die rij is ook. Probleem, probleem. Ik weet niet wat er met die vrouw was. Drie keer in mijn koude hoofd gaan. Eerste keer genus zegt ja, je tong is te sterk. Tweede keer, tong is te sterk. Derde keer, tong is te sterk. Vierde keer lukt het pas. Wat kan man. Daarna ging ze naar mijn neus. Koude prikkelig. Het is echt niet boem, maar ik zeg eerlijk. Maar bij mijn broer ging het veel makkelijker. Voor mij was het ook een stagiaire. Dat is het probleem, man, dames en heren. Ik hoop niet afwachten wat de uitslag is. Het regent. Nu afwachten wat de uitslag is woensdag. Dan ben ik echt benieuwd, man. Ik ga jullie eerlijk zeggen, die coronatest hier was echt gewoon slecht, man. Echt slecht. Brada zei van, het ging zo makkelijk bij hem in zijn keel en zijn neus. Deze vrouw moet gewoon 4 keer in mijn keel gaan. Ik moest bijna overgeven daar. Ze zegt niet aanraken, niet meer aanraken. Maar als het zo ruw in mijn keel gaat, ze zegt ja, je tong is te strak. Je tong is te sterk. Wat heb ik daaraan? Maar ja, dan moet ik nu weer helemaal terugrijden naar Zoetermeer. 30 minuten. Terwijl gewoon in Zoetermeer vandaag weer een nieuwe corona-ding is geopend. Corona-test, Tori. Dan moet ik van nu, van Katwijk naar Zoetermeer, 30 minuten, 30 minuten. Dat is een probleem. Zoals jullie nu kunnen zien, ben ik ook weer home sweet home. En ik ga zo helemaal bed in duiken. Aanstaande woensdag is de belangrijke dag. Dan krijg ik de uitslag of ik positief of negatief ben getest. We gaan het allemaal zien. Voor nu is het alleen afwachten tot aanstaande woensdag. Morning my people, today is a very important day for me. Het is vandaag woensdag 7 oktober en vandaag moet ik mijn uitslag krijgen of ik positief of negatief ben getest. Het is nu al inmiddels 1 uur en ik wacht nog steeds op een uitslag. Ik heb nog steeds geen uitslag gekregen. Ik zit de hele tijd te wachten totdat ik eindelijk weet of ik corona heb of niet. En is het moment eindelijk aangebroken, mensen. Heb ik corona of heb ik geen corona? Laten we gaan checken, mensen. Wat dat mensen, een hele goede morgen. Het is weer de volgende dag, donderdag. Het was een klein probleempje met GGD. Ik ben hard aan het werk geweest, maar ze konden mijn uitslag konden ze niet naar mij sturen. Het is een hele gedoe geweest. Bellen dit, bellen dat. Zoals jullie kunnen zien, we horen jullie gepiep aan de achtergrond. Ik ben net, ik ben nog steeds aan het bellen. En ik moet wel zeggen dat ik een uur lang aan het bellen ben. Ik ben nu inmiddels zo 1 uur en 8 minuten aan het bellen met die mensen. Ik zou eigenlijk woensdag uitslag krijgen, maar ik heb helemaal niks ontvangen. Nu ben ik de hele tijd aan de slag geweest om met hun contact te nemen. Wacht, hè. Er is geen enkele mogelijkheid dat iemand anders die niet getest wordt, geen klachten heeft en haar kan brengen? Nee, niet echt, nee. Nee, eigenlijk niet. Oké, want in principe zouden ze dan een taxi kunnen regelen, maar ja, dat is een beetje kort dag, omdat ze, wanneer wordt ze getest in Leiden? Ik weet niet uit mijn hoofd, moet ik, ja, wel in de middag. Eén uitzonderlijke mogelijkheid die ik u dan ga geven, en dat is dat u haar dan, ik weet niet of u een rijbewijs heeft. Ja, ik heb een rijbewijs. Dan zou u in principe haar mogen brengen in hoge uitzondering, maar dan moet u wel even goed luisteren naar mijn instructies. Ja, is goed hoor. Een mondkapje op. Ja. Gaat aan de rechterste stoel. Ja, daar zitten zeg maar de achterste, achterbank. Ja. Dus de meest rechte stoel. Stap ze uit de auto in. Lopen ze door de teststraat. 10 minutes later. 6 hours later. No! God, please, no! No! Dan is dit daar mogelijk. Dan pakt u de auto, zet uw moeder, haalt uw moeder op. Teststraat. Brengt uw moeder weer thuis. En stapt uit de auto, gaat zo snel mogelijk daarna weer naar binnen. Ja, is maar goed. Maar deze in ieder geval wel getest. Oké, okay, is goed. Ik ga dat regelen. Dankjewel voor je info. Ja. Bedankt, ja, zeker. Hè. Ik ben namelijk een uur bezig geweest om met die mensen in contact te komen. En eindelijk na een uur heb ik ze te pakken en heb ik mijn uitslag binnen aan de telefoon. Dus ik vind het wel slecht van GGD dat ik niet zelf e-mail of iets die GGD binnen heb kunnen krijgen. Dat ik zelf aan de slag moest. Zelf achteraan moet om mezelf achter te komen wat mijn uitslag was. Ik ben namelijk positief getest, helaas. Dus ik moet in quarantaine met mijn broer. Het was al te verwachten. Dus met uitzondering ga ik nu snel mijn moeder brengen naar Teststraat in Leiden-dorp. Ga ik snel de auto insnappen. Als je benieuwd bent hoe daar te werk gaat, blijf dan checken. Want ik ga de vlog nog niet afsluiten. Als jullie benieuwd zijn hoe daar te werk gaat, blijf dan checken, zou ik zeggen. Ik wil jullie eerlijk zeggen, ik voel me echt niet goed. Maar ik moet mezelf van mannen, alles voor de familie. Snel mijn ma brengen. Snelle outfit. Je ziet het man, kan ik geen speeks om mama brengen of iets. Dus ik ben helemaal bedekt. Let's go. Ik was met mijn OG. Hij was bijna geschetst. Die body niet in zijn face gescand. Make your money. Tell how it did you. Jullie zien dat het snel met mij gaat. We zijn nu even in een moeilijke, zware tijd, maar komt goed, hè, maar we komen erin. 100, zoals een lobby. Nou, jullie zien het, hier is het nog drukker dan
Bij mij, man. Probleem. Hallo. Kom maar even hoor. Stop, jong. Wat voor de mond, daar mag open doen. Hij zegt maar. Ja, heel goed. Op deze in de neus mocht het gezicht ontspannen houden en goed door de mond ademhalen. En stil, even. Dat was hem goed gedaan. Oké, dank u wel, hè. In de 48 uur krijg je de uitslag. Ja, en tot nu toe moeten we nog in quarantaine. Ja, zeker. Thuis blijven tot de uitslag bekend is. Oké, dank u wel. Okay. Lekker? Ja, lekker. Het leek wel een kriebel in je neus. En iedereen zegt bang, bang. Bij jou ging makkelijk, man. Bij ons, bij mij ging het echt slecht. Nee? Waar zit je dan met je ma? Moeten we nu 2 weken of 10 dagen in quarantaine? Dat is het probleem, man. Ik voel me niet 100. Mama voelt zich ook niet goed. Gelukkig is paatje thuis. Mama hoest. Papa heeft ook hoest bij je. Maar het komt allemaal goed. We moeten positief blijven. En jullie kennen me. We zijn altijd positief, toch, mam? Ja. Gaat goed komen. We komen er doorheen. De koorts is gezakt. Lobby. Voor nu ga ik nog heerlijk uitzieken en uitrusten. Jammer genoeg komt er ook weer een einde aan deze video. Ik heb mijn best gedaan om toch nog een leuke vlog voor jullie te maken. Als je deze vlog leuk vond, like en abonneer op mijn kanaal. Ook om woensdag en elke zondag om 6 uur komt er een nieuwe video online. Ondanks alles ga ik sowieso positief blijven. Het gaat wel goed komen met mij. Hierbij ga ik echt de vlog afsluiten. En dan ga ik zoals altijd zeggen, ciao.